Gaat u nu nog op fietsvakantie? En met een blik op zijn geparkeerde auto. En u bent fotograaf? Dat wel. Waarna Jasper hem naar waarheid vertelt wat hem ertoe gebracht heeft op dit eigenste moment met een rijwiel aan de hand en gekleed in een belachelijke fietsbroek aanstalten te maken naar het zuiden te gaan. Begint die Hollander te lachen. Dat lijkt wel een roman. Een disaster romance road novel. Ha! Sorry, neem me niet kwalijk. Ik ben schrijver en bekijk alles met een literaire blik. Dat is beroepsdeformatie. Ik weet dat ik het eigenlijk niet zou moeten doen. Op dat moment weten de insiders en misschien ook wel de literair getrainde lezers dat auteur van dit boek, dat Martin de Haan dus, hier zichzelf opvoert. Zoals Hitchcock er een plezier in schiep als figuranten acteren in zijn eigen films. Wat schrijft u dan? Vraagt fotograaf Jasper van den Berg. Zegt die Hollander, in wie wij dus met onze scherpzinnige lezersblik Martin de Haan herkennen, tot nu toe eigenlijk alleen essays. Maar op de een of andere manier heeft deze hele situatie iets bij me losgemaaid. Ik ben aan een roman begonnen. Het is totaal grotesk. Ik klap alle regels aan mijn laars en ik heb er erg veel lol in. Hij had een licht Frans accent, die auteur dus, die man. En praten wat ouderwets, alsof de tijd voor hem de laatste 20 jaar had stilgestaan. Dan stelt Jasper een brutale vraag. Waar gaat uw boek over? Zegt de Hollandse schrijver met iets van wrevel in zijn stem. Goede romans gaan nergens over. Die zijn er gewoon en nemen het lezer een tijdje mee op de vleugels van hun muziek. Gaat een symfonie ergens over? Gaan uw foto's ergens over? Nou, meneer de Haan, zou het? Zou de goede romans echt nergens over gaan? U bent nog maar een beginnend schrijver, hè? Hoef u niet op uw woord te geloven. Of eigenlijk, we geloven er niets van. In een opinierend stuk in de Volkskrant, vorige week zaterdag onder de titel Schrijver, besef wat je taal weerspiegelt, slaat meneer de Haan ook een iets wat andere toon aan. Ik citeer. Het zou ronduit absurd zijn als de roman alleen maar veilige voor de porseleinkast geschapen art pour l'art mocht zijn. Schrijvers staan in de wereld en willen voorop kunnen gaan. Daar komt bij, we zijn een nogal spectaculair boek aan het lezen, van hemzelf notabene. Een paar bladzijden eerder nog maar, op 164, heeft onze Jasper, of Martin de Haans Jasper, de laconieke hoofdpersoon, een man vermoord door hem met zijn Pentax camera de hersens in te slaan. Nu ja, heel mogelijke bedoelingen leek die man niet te hebben. En misschien is hij ook wel niet dood, maar in dat geval zal niet veel schelen. En dan had onze Jasper op dat moment ook nog een ravissante liftster aan boord. Waardoor je een tijd lang denkt, dat gaat wat worden qua romans en zo. Ik wel, ja. Maar die liftster is op een parkeerplaats waar dit allemaal gebeurt net even van haar plaats opgestaan. Tot hard wanneer ze terugkomt, waarbij de Amerikaanse kassa-medewerkers citeren. Waar mogen die in godsnaam ineens vandaan komen? Wijselijk hun mond hielden. Ze spreekt dan de verstandigste woorden die op dat moment in spannende films gesproken kunnen worden. Kom, we moeten hier weg. Een tijdje later scheiden hun wegen helaas zonder romance, maar spannend blijft het. Goed, op dit punt aanbeland stellen we vast dat Martin de Haan zijn professionele hoedanigheden in dit boek heeft opgesplitst in twee helften. De ene helft, eigenlijk verreweg de belangrijkste, is de hoedanigheid van fotograaf, want die heeft hij immers toebedeeld aan zijn hoofdpersoon. De andere helft, de hoedanigheid van schrijver, is een bijrolletje geworden van een iets wat verwaande passant in ramkoers. Nou ja, als ik eerlijk ben, is de dichotomie die ik aanbreng ook al iets te grofkorrelig. De mens, Martin de Haan, bestaat immers uit nog een heleboel andere facetten. En als we dan gemakshalve de faculteiten overslaan die we badinerende hobby's zouden kunnen noemen, muzikant, zaalvoetballer, kok, vinoloog, dan nog moeten we opmerken dat Martin de Haan in de eerste plaats vertaler is. En niet zomaar een vertaler, zoals iedereen hier aanwezig genoegzaam bekend zal zijn. Hij is de gelauwerde en gelouterde vertaler van literaire grootheden als Milan Kundera, Michel Houellebecq en van klassieke auteurs als Charlotte de Claude, Diderot en Proust en van nog een heleboel anderen. Van Houellebecq heeft Martin bewust en onbewust best wat afgekeken, maar de subtiele humor en groteske trekken van dit boek gaan toch meer richting bewonderde schrijvers als Kafka of Franse hedendaagse schrijvers als Jean Esnault, Jean-Philippe Toussaint en Christian Auster. Dan heb ik het over een soort, voor mijn part, postmoderne literatuur die zich bewust is van het feit
dat die gemaakt wordt. Dan heb ik het over een literatuur waarin veel en zacht grinniken prevaleert boven de vette schaterlach. En pas in de tweede plaats, in elk geval chronologisch gezien, is hij fotograaf. Maar ook hier mogen we, onder het omhoog houden van een schitterend portfolio van zijn werk, constateren niet zomaar een fotograaf, maar eentje met series in de Volkskrant, met een heuse expositie in Toulouse, een eigen agent en nu zelfs een expositie in Amsterdam bij Koch en Bosch. Ja. Daar kom je ook niet zomaar te hangen, dat weet u ook wel. Pas in de derde plaats, beste mensen, is Martin de Haan een schrijver. En niet zomaar een schrijver, hoor ik u nu bijna hardop denken, maar dat laat ik aan u. Ik denk wat zachter zitten. Hoezo? Omdat je dat enorm kabaal maakt. Nou, bent u een toehoorder of bent u een bewoner? Ik ben een bewoner. Ja, dan wil ik best wat ze... Zal ik hem iets zachter voor je zetten, schat? Ook zonder microfoon kun je ook helemaal verstaan. Heel goed, meneer. Als ik voor u te verstaan ben, ik praat ook zonder microfoon. Hij zet hem iets zachter, schat. Dus hij gaat wat zachter. Vindt u het zo minder erg? Maar goed, hij... Ja, maar ik hoef niet zo nodig. Het is geregeld. Ik ga nog heel even irritant zijn, meneer. Neemt u me niet kwalijk. Helemaal ik heb hem zacht. Waar woont hij dan? Ik heb hem nooit gezien, hoor. Oh, hij woont erachter. Dus niet zomaar een schrijver zijn. Gaat hij nog wel? Zachter, ja. Maar hij is goed. Okay. Goed. Ja. En bovendien, dat had collega Michel Welbeck eigenlijk moeten komen vaststellen. Collega van Martin bedoel. Die hadden we daarvoor namelijk uitgenodigd. Maar feestje kwam voor hem te voeren. Het zou me verbazen als ik zou kunnen komen, schreef hij. Ik betreur het zeer, want ik heb nog geen voet buiten Parijs gezet sinds het begin van het volk. Ik ben ongelooflijk ongehoorzaam geweest. En, nee? Ben je niet verstaan, hoor? Ik zet verder niet. Hij gaat iets harder, hoor. Nou. En, wilde hij maar zeggen, gehoorzaam ga ik nog maar een beetje blijven. Welbeck dus. En dan schrijft hij... Je te félicite d'être devenu romancier. Tu verras, c'est pas mal. Mais j'espère quand même que tu continueras à traduire. Au moins mon prochain livre. Ik feliciteer je dat je schrijver bent geworden. Je zult zien dat dat niet verkeerd is. Maar ik hoop toch dat je zult doorgaan met vertalen. Op zijn minst mijn volgende boek. En ik zal Michel helpen Martin daar aan te houden. Maar dit terzijde. Terug naar Ramkoers. Deze hele situatie, waarover de Hollander, die wij de Haan herkenden, het had... is meer bepaald de uitgangssituatie van een roman. En die wordt ons zonder enig uitstel om de oren geslingerd aan het begin van dit boek, waarin de fotograaf Jasper van den Berg, 37 jaar oud, op maandagochtend 28 april om 9 uur 's ochtends in bad aantreft, zich voorbereidend op de werkdag. Hij heeft zoals altijd de radio aanstaan, afgestemd op klassieke muziek. Maar dan ineens wordt nota bene een cantate van Bach onderbroken voor het alarmerende nieuws dat er een asteroïde van forse omvang op de aarde afkoerst. Het is al snel duidelijk dat dit voor de aarde en het bestaan op aarde fatale gevolgen kan hebben. Maar zeker is het niet. Jasper blijft er ook waarschijnlijk onbewogen onder. Gaat eerst nog een tijd door met zijn werk, want de jaarlijkse poedelkalender moet nog af. Besluit pas dan dat het misschien toch fijn is om bij zijn vriendin Hanna te zijn, mocht het einde der tijden werkelijk in zicht komen. Pas dan besluit hij weg te gaan naar Noord-Spanje, waar Hanna woont. Dat citeren we dan uit de flaptekst, is het begin van een dol tragische komiek. En dan hebben we eigenlijk al lang vastgesteld dat die ondergeschoven schrijverself van Martin de Haan in dit boek mogelijk nog wel een prominente subhelft heeft, of wat voor helft dan ook. Maar in elk geval een soort helft. De gebeurtenissen in dit boek worden namelijk voortdurend, soms opzichtig, soms luidruchtig, soms badinerend, soms ironisch en soms alles tegelijk van commentaar voorzien door een mysterieuze verteller. Wat is dat toch voor een vreemde snoes aan die ons vergast op al die interrupties? Wanneer Jasper begint te vloeken als Bach door breaking news tot zwijgen wordt gebracht, zegt die verteller: ik begrijp die woede uitbarsting wel, want Johann Sebastian Bach is de grootste Duitse
barokcomponist aller tijden. En Andreas Sol, de beste contratenor van de laatste paar decennia. Die combinatie hoor je niet elke dag op de radio. Of deze. Zo werkt de menselijke geest inderdaad. We splitsen onszelf in tweeën, kijken met de ene helft naar de andere en decreteren dat iets mag. Of het ongeveer hetzelfde neerkomt, niet mag. Na een productieve werkdag mogen we een wijntje. Na dat wijntje mogen we er niet nog een, maar we doen het toch en voelen ons schuldig. En aan het eind van het boek, Jasper bevindt zich inmiddels nabij de Spaanse grens en de verteller wijdt zich aan een bespiegeling over het verschil tussen wandelen in de geologisch oude en afgevlakte Alpen en de nieuwe steile Pyreneeën. Niet doen dus zo'n tocht over de steile Pyreneeën. Luidt mijn welgemeende advies en ik kan het weten. Hoezo dan, denk je als lezer, hoezo kan jij dat weten? Wie is toch die iets wat arrogante verteller? Welke helft van zichzelf heeft Martin hierin verstopt en waarom weet die verteller zoveel? Dat is de grote vraag, maar die vraag ga ik hier natuurlijk niet beantwoorden. Hoewel u weet, hoewel u het allemaal heel graag wilt weten. Ik heb in dat verband ook een welgemeend advies. U gaat zo meteen of later de foto-expositie bekijken, misschien hebt u dat al gedaan. U kunt hier ook foto's kopen, u kunt ze niet meteen meenemen. En vervolgens koopt u Ramkoers omdat u een boek wilt lezen dat volgens Martin de Haan weliswaar nergens over gaat, maar aan het eind toch in elk geval één prangende vraag beantwoordt, die naar de identiteit van de verteller. Maar ik beloof u dan dat u wel degelijk een boek hebt gelezen dat over van alles en nog wat gaat, spannend en onderhoudend is, ironisch en fijnzinnig van toon en u wel 200 keer heeft doen grinniken. Dank u wel. Volgens mij geef ik het woord aan jou nu. Het woord zit hier. Ik heb twee boeken geschreven. Ik heb er één aan Peter gegeven om te lezen. En het andere is naar de drukker gegaan. Dus alles wat Peter hier gezegd heeft, dat staat niet in het boek. Nee, het doet me denken aan een eerder plan dat we ooit besproken hebben. Ik wilde een boek maken waarvan de vorm niet vast lag, waarvan de hoofdstukken door de lezer in volgorde zouden worden gelegd. Dus dat was de moeder. Ik wil dit heel kort houden. Ik wil alleen toch zeggen, natuurlijk gaat dat nog wel ergens aan het doen. Dus ik heb het toch gegeven, dus dat ik weet het niet voor, dus dat staat ook op de flap genoemd, van waar gaat u boek over, dan nergens over. En natuurlijk heb ik dat ook genoemd. Misschien dit verband met de situatie in de wereld. Hoe ik vind het zichzelf, sinds een aantal jaren, sinds een interview kenbaar te maken. Hallo? Dat was voor mij het boek geschreven omdat het me niet lukte te vertalen in die tijd. Dus ik kon me niet concentreren op mijn werk en ik ben toen gaan schrijven en fotograferen tegelijkertijd eigenlijk. Dus we staan nu wel hier heel vrolijk te doen aan het eind van corona, maar eigenlijk is het misschien een antidepressivum geweest. Vandaar dat ik moest er zelf ook om lachen tijdens het schrijven, dus het heeft geholpen. Wat ik er ook nog misschien toch over wil zeggen is, het is voor mezelf ook een boek waarvan ik dacht, alles moet erin kunnen. Dus literair gezien, er staat een appeltaartrecept in, er staat het gewicht van de hoofdpersoon wordt omgerekend via de relativiteitstheorie van Einstein, wordt het gewicht van de hoofdpersoon omgerekend in energie. Dus, het zijn de gekste dingen en eigenlijk had ik het verhaal als kader wel duidelijk voor me en daarbinnen mocht alles gebeuren. Dus ik heb op papier geschreven met de hand en ik liet mezelf gewoon gaan. Vandaar dat ik ook zei van het gaat veel sneller dan vertalen en dat zal heus niet voor elk boek gelden. Dus het was een soort euforische ervaring en ik hoop dat dat nog vaker zal volgen. Maar ik hoop hier ook mee door te gaan met die foto's. Dus ik hoop dat jullie even de gelegenheid hebben om daar binnen nog goed te kijken.
Eventueel wil ik er ook wel wat over vertellen. Maar... U hoort het. Dus bedankt voor het komen allemaal. Dat vind ik heel, heel mooi zo. Vooral nu natuurlijk. Dank jullie wel. Ga wat drinken. Ga foto's kijken. En het boek lezen ook. Oh ja, dit ding is ook eventueel... die hebben we niet op voorraad. Maar mensen die het willen hebben, die kunnen het... min of meer tegen kostprijs, €12,50, hun naam laten zetten op een lijst. En dan stuur ik het gewoon op. En laat ik het zeg maar. Ja?